Onder de jeneverboom in Warmond is het watersportseizoen geopend. Dat gebeurde door de zeven heren van het genootschap Jeneverboom en de burgemeesters van Leiden, Oegstgeest, Kaag en Brasem, Teilingen en Leiden-Dorp. Een toast op het nieuwe watersportseizoen 2018. Proost allemaal! Op traditionele wijze gebeurde dat met speeches, het drinken van kaagwater en het uitreiken van een aantal prijzen. Daarbij ontving commissaris van de Koning van Zuid-Holland Jaap Smit de Kaagwaterpenning voor zijn grote betrokkenheid bij de Kagerplassen. Het evenement was ook een mooie gelegenheid om verschillende programma's op en rond het water te presenteren, zoals dat van Sail Leiden dat op 27, 28 en 29 juli plaatsvindt. We varen nu weg uit Warmond, waar zojuist het watersportseizoen is geopend. En dat is ook een mooie gelegenheid om de kick-off van Sail Leiden meteen mee te pakken. Ja, dat klopt. Wij waren uitgenodigd als de stichting Sail Leiden om daarbij aanwezig te zijn. En we hadden twee keuzes, of gewoon met het bestuur daarheen varen. Of om te denken, we gaan er iets mee doen. Dus we hebben allerlei bedrijven en de pers en mensen die erbij betrokken zijn uitgenodigd om met ons mee te varen. Sail Leiden is een evenement wat plaats gaat vinden in het laatste weekend van juli. Daaraan voorafgaand zijn er twee dagen waarin ook een voorprogramma in Warmond is. Eigenlijk komt het voort uit de jaarlijkse reunie van de LVBAB, de Landelijke Vereniging voor het Behoud van Historische Bedrijfsvoertuigen. Die hebben elk jaar een reunie en sinds jaren en dag doen ze dat al. En sinds een aantal jaren komt daar heel veel publiek op af. Want je kan je voorstellen dat als er ergens 200 historische boten liggen, dat dat veel mensen trekt. En sinds een paar jaar is het een naar buiten gekeerd evenement geworden in plaats van een reunie. Waar gaan mensen Sail Leiden tegenkomen deze zomer? Van de Zijlpoort tot en met de Moorspoort. Eigenlijk in heel Leiden. Van het station tot eigenlijk al het water. We leggen eigenlijk het hele water dicht in Leiden. Dus als je in Leiden bent, dan kom je er niet aan. Inmiddels staat de teller op 180. We hebben een wachtlijst, want het moet natuurlijk wel ingetekend worden. Dus het is niet zo dat alle boten kunnen komen. Afhankelijk van het formaat en de grootte, hoe ver ze de stad in kunnen komen, kunnen we het aanvullen. Dus de boten die nu niet meer passen, dat zijn veel al grote boten, die staan op een wachtlijst. En de kleine worden nog toegevoegd, dus ik denk dat we de 200 wel aantikken. Wat is de missie van Sail Leiden? Nou ja, het is een beetje tweeledig, want je hebt de vereniging die erachter zit en die zorgt gewoon voor het erfgoed, voor de binnenvaart. En dat het erfgoed met name in Leiden ook gewoon blijft leven. En Sail Leiden wil heel erg dat ook de jeugd wordt geïnteresseerd. En dat we gewoon dat weekend laten zien hoe gaaf de binnenvaart is en hoe mooi het kan zijn. Wat betekent dat voor de stad als er straks 200 historische boten Leiden binnenkomen? Ja, dat de stad nog mooier wordt. En voor de auto's die erin willen? Voor de auto's die erin willen betekent dat ze op vrijdag de 27e met name heel geduldig moeten zijn. Tussen 10 en 5 uur. Want dan gaan de meeste boten binnenvaren. En veelal komen ze vanuit Warmond, waar ze eigenlijk al twee dagen daarvoor aangebeerd zijn. En jullie hebben ook een speciaal wandelpad aangelegd. Ja, de blauwe meander. Ik zie het een beetje als het gele pad van Dorothy in de Wizard of Oz. Dan hebben wij een blauw pad. Het is eigenlijk een looproute. En dan als je die aanhoudt, zie je en alle schepen en je komt langs alle activiteiten. Dus niks te missen als je dat pad volgt. Hoe groot is de organisatie hierachter? Wat betekent het om dit evenement te organiseren? Het is dus een landelijke vereniging en het is eigenlijk de jaarlijkse ledenvergadering. Alleen de leden komen niet op de fiets, maar dan komen met een schip. Dus 200 schepen komen naar de stad. De leden doen niet zoveel organisatie, maar die zijn dan aanwezig. Voor Leiden is er stichtingen opgericht. Daar zitten een tiental mensen uit mijn hoofd in. En ik ben van de collectie van het evenementenbureau in Leiden. En wij zijn erbij gehaald om de interne commissie een beetje te helpen. En om daar een beetje een extra sausje overheen te gooien. De ambitie is om de bezoeker een volwaardig programma aan te kunnen bieden. Zonder dat ze ervoor hoeven te betalen. Want het is een gratis evenement. We hebben drie kerngebieden noemen we ze. De historische haven, het Ankerpark en een beetje de gemeentehaven daar. En de Aalmarkt. En op alle gebieden gaat van alles gebeuren. Bij het Ankerpark wordt één grote ambachtspark voor jong en oud. Heel veel activiteit voor kinderen. Maar ook daar gaan we echt laten zien wat nou ambacht is. Want zo'n anker dat komt niet uit een machine. Dat wordt gewoon met de hand gemaakt. En bij de Aalmarkt, bij het Stadsbrouwhuis, komt Dunea met water uit de duinen. En dan wordt er bier van gebrouwen. Echt veel bier. Dus daar kijk ik nu al naar uit in de zon op het terras.